Mensen, hartelijk welkom op Packers Innovation 2023. 20 jaar jubileum van FBAC, wat ook al eens gezegd worden. Prachtige verpakkingsbeurs waar we allemaal voor jaren naartoe gaan. En het heeft nog nooit zover, denk ik, in de belangstelling staan van duurzaamheid als dit jaar. Duurzaamheid, iedereen praat erover, iedereen is ermee bezig. Iedereen geeft zijn eigen interpretatie aan. Maar het is ook wel lekker als je een echte specialist in je midden hebt. En die hebben we vandaag. Karen van de Stad, KIVD. Iedereen kent de KIVD vanuit zich waarschijnlijk van ons. Waarschijnlijk heel veel van de recyclers checken. Een populaire app of gebruikstoel van KIVD. Maar Karen gaat jullie meenemen vandaag in het nieuwe packaging waste regulations die in 2024, als het goed is, in place moeten komen. Ik geef het woord aan Karen en geniet ervan. Karen, ga je gang. Nou, welkom. Fijn dat jullie in grote getalen zijn gekomen. Dat is altijd prettig. Voor de mensen die mee willen schrijven, we zullen hier ook op een later stadium natuurlijk op onze website meer over publiceren. Dus ik zou zeggen, luister nu gewoon mee. En ik zeg ook gelijk, als je foto's wil maken, wat er vandaag gepresenteerd wordt is een concept. Dus weet dat het ook gewoon verandert, wat we nu zeggen. Packaging Waste Regulation, de nieuwe verpakkingswet die 30 november gepresenteerd is. Ik ga jullie er doorheen meenemen, als dit aan is. Dit is nog niet aan, ja, dat is als je de eerste bent, hè. Ik ben dus Karen van de Stad van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Ik heb deze presentatie samen met twee mensen gemaakt. Vincent Bal, mijn collega die heel veel over single-use plastics weet. Dus hij is aanwezig voor vragen. En een semi-collega van Afvalfonds Verpakkingen, Paul Christiaans, die heel veel van Europese wetgeving weet. Zij hebben mij uiteindelijk het laten presenteren, maar ze zijn hier om vragen te beantwoorden. Dus, nou ja, ook na afloop zeg ik nu alvast, want dan ga ik altijd weer vergeten. Wij staan met de stand hiernaast. Dus als je hierna denkt, oh ja, ik moet nog wat meer weten, dan kan je ons daar vinden, net aan de andere kant van deze muur. Wat ga ik vandaag bespreken? Heel even een hele korte recap. Oh ja, ik vertel dus ook niet zo heel veel over KIDV, maar dat kan je ook daar vragen. Hele korte recap over hoe zat dat nou eigenlijk ook alweer met de huidige verpakkingswetgeving. Dan, wat houdt het voorstel in? Dus wat is er nou eigenlijk voorgesteld? Dat is eigenlijk het grootste stuk. Dan, wat gaat er verder gebeuren? Dus waar kunnen we op wachten en wanneer is die datum dat die er misschien wel ingaat, die wetgeving? En wat kunnen jullie alvast doen als bedrijf? Dus waar kun je alvast mee beginnen? Je kan aan deze presentatie dus geen rechten ontlenen. Dat wil ik er heel duidelijk bij gezegd hebben, want het is een concept en het is ook onze interpretatie van dat concept. Als je hem downloadt op de website van de Europese Commissie, dan zie je ook dat het een behoorlijk lijvig document is. Ik heb daar de kern uitgehaald samen met de heren. Dus niet alles staat hierin. Er is nog meer. Dus dat is, nou ja, even vooraf. Maar eerst even terug naar eigenlijk 1994. Want de huidige Packaging Waste Directive komt uit die tijd. Die is intussen twee keer aangepast. Daarmee ietsje bij de tijd geworden. Maar je ziet dat de nieuwe regulation wel echt een heel stap vooruit maakt. Die wetgeving is er sinds 1994, maar dat is een richtlijn. En wat er gebeurt met een richtlijn in Europa, is dat die vertaald wordt naar wetgeving in elk van de landen. Dus elk land maakt er zijn eigen variant van. Die is overal bijna hetzelfde, maar net niet helemaal. Dus dat is goed om te weten en daar heb je dus als bedrijf ook best wel last van. Want als je dus iets in België op de markt zet, is het allemaal net iets anders dan dat je het in Nederland doet. Dus de nieuwe wetgeving wordt een regulation, dat ga ik zo uitleggen. Die huidige is dus een directive. Wat er daar geregeld is, is wat jij als bedrijf moet doen en wat het collectief moet doen. Dus als bedrijf heb je over het ontwerp na te denken, moet je zorgen dat dat zo duurzaam mogelijk is. Dat moest je dus nu ook al. En als collectief is er bijvoorbeeld in Nederland het Afvalfonds Verpakkingen, wat zorgt dat er collectief ingezameld, gesorteerd en gerecycled wordt. Dus dat is de huidige wetgeving. Daar zitten doelen in, dus die eisen aan je verpakkingen. Dus nadenken over de duurzaamheid, zorgen dat je zo min mogelijk gebruikt.
Er zijn eisen over en doelen over inname, hergebruik en recycling. Dat zijn die recyclingdoelstellingen waar Afvalfonds altijd over communiceert. Dus, en die soms best lastig te halen zijn, maar die wel landelijk gelden. En dus in elk land net iets anders kunnen zijn. Er staat iets in over hoe je dat moet vastleggen, dus hoe de vlaglegging werkt. Er staat ondertussen sinds de Single Use Plastic Directive iets in over kunststofverpakkingen voor eenmalig gebruik. En alle gevolgen die dat voor jullie heeft. Er staat ondertussen iets in over statiegeld. En over die collectieve uitvoering. Nou, al die elementen bij elkaar maken zo'n wet. En dat is dus het besluit beheer verpakkingen in Nederland. Ik noem toch nog even twee andere dingen die hier wel mee te maken hebben. Aan de ene kant de wet milieubeheer. Hoe gaan we nou eigenlijk om met ons milieu en ons afval? En daar staan heel veel regels in over hoe je welk afval moet afdanken. Maar ook de warenwet, daar staat iets over voedselveiligheid. En als je recyclingdoelstellingen hebt, en straks gaan we ook nog zien doelstellingen voor recycled content, dan komt die warenwet ook ineens om de hoek kijken. Dus die hebben best wel veel met elkaar te maken. Dus als je je gaat verdiepen in het onderwerp, kijk dan ook even naar deze twee. Nou, wat houdt dat voorstel dan in? Even wat suspense. Het doel is eigenlijk een efficiënte werking van de interne EU-markt. Dat klinkt echt super saai, maar dat is het wel. Ja, ik kan het ook niet spannender maken, want zo voel ik me toch een beetje de belastingdienst. Maar eigenlijk is het zo dat zo'n wetgeving, en daarom wordt het nu ook een regulation, ik zie het wat voorstellen om een regulation van te maken, maar een regulation werkt net iets anders. Dat wordt in één keer wetgeving. En dat berekent, dat leidt dus tot een gelijk speelveld. Maar daarboven zit eigenlijk het hogerliggende doel, namelijk het verlagen van de milieu-impact van die verpakkingen. Op best heel veel aspecten. Ik heb ze hier even kort al gezegd, maar eigenlijk is het minder verpakkingen, verpakkingsafval, en daarmee dus minder verpakkingen. Het voorkomen van dat verpakkingsafval dus, meer hergebruiken. En hervullen, dat zal je echt, als je het gaat lezen, zie je dat heel duidelijk terug, dat dat een heel groot doel is, kom ik zo ook nog even op terug. Betere recycling, meer toepassen van gerecycled kunststof, meer recyclebare verpakkingen en gedetailleerdere administratie. En die laatste is ook wel echt heel belangrijk voor jullie om je alvast te voeren te krijgen. Ik ga dit zo wat meer uitwerken, dat is ook het middenstuk van deze presentatie, per blokje. Nou, die efficiënte werking van de interne EU-markt is eigenlijk dus harmonisatie van wetgeving. Dus als je in België iets doet, is het in Nederland hetzelfde. Of in Frankrijk, de definitie is hetzelfde als hier. Dat zou het ideaal zijn. En dat is ook wat dit voorstel, zoals het er nu ligt, beoogt. En dat betekent eigenlijk ook heel praktisch. Dus je kan aan de ene kant zeggen van nou, het is een heel groot doel. Aan de andere kant is het ook heel praktisch. Dezelfde labels op alle bakken. En daarmee ook op de verpakkingen, zodat je dat makkelijk aan elkaar kan koppelen. En een belangrijke is, en dat woord hebben we even op zitten oefenen, maar een verpakkingendossier met een conformiteitsbeoordeling aan de hand van duurzaamheidseisen. Nou, dat is een hele mond vol. Maar ik denk dat als je in je dagelijkse praktijk over een paar jaar gaat kijken, dat je daar ook best wel eens heel veel mee te maken gaat hebben. Die ga ik straks aan het eind wat meer uitleggen. Nou, dat verlagen van die milieu-impact, daar staan een aantal, dat zijn die duurzaamheidseisen. Eigenlijk, het is niet helemaal, staat het zo, maar je zou kunnen zeggen, dat is misschien wel de nieuwe essentiële eisen. En alleen verpakkingen die aan die duurzaamheidseisen voldoen, mogen op de markt gebracht worden. Dat zijn eisen voor stoffen in verpakkingen, hebben we nu ook, maar dat wordt ook uitgebreid. De recyclebaarheid van je verpakking, minimaal gehalte recycled content, composteerbare verpakkingen zijn regels voor minimalisering van de verpakking en herbruikbaar of hervulbaar. Staat als laatste, maar gaat wel veel input hebben. Eisen voor die stoffen? Nou, dat gaat over lood, cadmium, kwik en 6 waar chroom. Dat stond sinds 1994 ook al in de wet. En ook hier staan weer doelen. En er staat vervolgens ook bij dat er een gedelegeerde wet kan komen. Dus een verdiepende wet eigenlijk, noem ik het maar even. Die dit nog wat strenger kan maken. En dat zal je steeds zien als je die Packaging Waste Regulation leest, dat je
uiteindelijk nog verdiepende wetten erbij kan krijgen die soms dingen nog wat verder gaan regelen. Dus als je dat hele document hebt gelezen, weet dat er dan nog meer aankomt, wellicht. Dus die stoffen en verpakkingen moeten omlaag. Wat omhoog moet, is de recyclebaarheid van verpakkingen. Wat we al doen, is natuurlijk, Bob noemde het net al met de recyclecheck, proberen kennis te delen over de recyclebaarheid. Maar straks moet je, als je een verpakking op de markt brengt, dat zie ik al, dus het voorstel, zeggen, mijn verpakking is designed voor recycling en ik heb dit niveau gehaald wat hier staat. Dus, en dat is in 2030, moet jouw verpakking bijvoorbeeld, vraag je leverancier van Bob, zorg dat jouw verpakking aan niveau A voldoet. Hoe dat er precies uit gaat zien, moet nog uitgewerkt worden. Maar dit geeft al wel richting dat recyclebaarheid van de verpakking nog veel belangrijker wordt. En het zal niet zo zijn dat het ineens anders is dan onze recyclecheck, maar het zal wel op een net andere manier gecommuniceerd moeten worden. Dus de voorwaarden zijn dat je design voor recycling hebt, dat het doeltreffend en efficiënt ingezameld wordt, dus dat moet het land weer regelen. Maar dan moet jij daar wel in passen. Gesorteerd in gedefinieerde afvalstromen past. En dat die resulterende stromen uiteindelijk weer toegepast kunnen worden. Dat is ook een hele belangrijke. En dan vervolgens is er voor 2035 nog de eis dat de verpakking dan ook recycled at scale. Nou, op dit moment staat daar opgeschreven dat 75% van de Europese populatie dan toegang moet hebben tot die recycling. Dat is het voorstel nu. We gaan zien hoe dat uiteindelijk daadwerkelijk uitpakt. Naast dat jij als individueel bedrijf je verpakking recyclebaar moet maken, moet het land ook nog steeds voldoen aan de doelen op recycling. Net als nu. En die liggen hoog en die gaan langzamerhand omhoog in de tijd. Dus daar zullen we ook met z'n allen steeds meer moeten gaan inzamelen, sorteren en recyclen. Dus we hebben individuele uitdaging en landelijk. Dat is recycling, maar de volgende stap is natuurlijk dat je het recyclaat gaat toepassen. Daar zitten een aantal dingetjes in die maken dat het wat lastiger uitleggen was, dus dat ik het maar gewoon in een plaatje heb gestopt. Je hebt aan de ene kant context-sensitive materialen met bepaalde doelen, zoals context-sensitive PET. Je hebt andere context-sensitive, en context-sensitive dat is wat we op dit moment eigenlijk food-proof noemen. Maar het is een nieuwe term die ingevoerd is, of die zo blijft, maar wij oefenen er alvast even op. Context-sensitive andere materialen, zie je dat de doelstelling eerst wat lager is, maar dan ook omhoog moet. Dan zie je dat voor de beverage bottles, dus de flessen, de sap- en de waterflessen, het niveau nog een eind omhoog moet. Dus die passen dat al deels toe, maar dan zie je dat de doelstelling nog een eindje hoger wordt. En voor andere verpakkingen ook. Nou, dat betekent dus dat je straks ook goed moet kijken, oké, wat voor verpakking heb ik, wat verpak ik, dus welk product heb ik, wat voor verpakking heb ik, en welke doelstelling heb ik dan voor het toepassen van recyclaat. Om veel recyclaat, genoeg recyclaat hiervoor te hebben, zullen we dus dat andere deel, namelijk de inzameling, sortering en recycling, ook heel goed moeten inregelen en daar hele goede kwaliteit uit halen. Dat is het doel hier natuurlijk van. Nou kan je niet alles recyclen en soms gaan dingen gewoon met compost mee. Nou, ook daar hebben ze over nagedacht. Uiteindelijk moet er, 2 jaar na invoering, theezakjes, koffie, pads en cupjes moeten uiteindelijk allemaal composteerbaar zijn. Nou hebben we dat in Nederland al gedaan. Er is een Green Deal voor dit soort verpakkingen. Meer dan 80% is composteerbaar en daarom mogen die nu bij het GFT. Andere verpakkingen niet. Etiketten op groente en fruit moeten ook composteerbaar zijn. Zodat als ze per ongeluk meegaan met de schil, dat ze ook composteren. En zeer lichte plastic draagtassen. Nou, dit staat er heel simpel. Als je het even beter gaat lezen, is het best complex. En ook voor de materialen die biodegradeerbaar zijn, moet er wel iets ingericht worden. Nou, hoe dat precies is, dat staat er nog niet heel duidelijk, maar dat is wel wat er als richting staat. Dus composteerbaar is een heel klein groepje en voor de rest eigenlijk niet meer heel erg toegestaan. Behalve als je kan bewijzen dat je al die andere opties, zoals hergebruik, recycling enzovoort, niet kan toepassen.
Dat is wat er nu in grote lijnen staat. Maar goed, hoe dat zich uiteindelijk uitwerkt, dat is de volgende. We hebben gerecycled, we hebben gerecycled content toegepast, we mogen geïnvesteerd. Maar uiteindelijk, als je naar die oude directive kijkt, dan was minimaliseren van verpakkingen een hele belangrijke. En dat is ook teruggekomen hier. Uiteindelijk moet je onderbouwen waarom je de hoeveelheid verpakkingsmateriaal gebruikt die je nodig hebt. En dat dat niet te veel is. Waardoor je zo minimaal mogelijk materiaal gebruikt in het begin. Dus in het eerste moment dat je de verpakking op de markt zet. Alles wat je niet op de markt zet, hoef je ook niet te inzamelen, te sorteren en te recyclen. Dus vandaar. Er zijn een aantal criteria waarmee je dat moet bewijzen. Of moet gaan bewijzen. Dus dat gaat over, is het wel, beschermt het product wel? Welke productieprocessen heb je? De logistiek, informatie die je op de verpakking zet. Hygiëne en veiligheid, wettelijke vereisten. En gerecycled inhoud, recyclebaarheid en hergebruik maken natuurlijk dat je tot een bepaalde verpakking bent gekomen. Wij zeggen ook altijd, je kan niet, zeg maar, wij kunnen niet voor jou zeggen wat de ideale verpakking is. Je moet al deze aspecten, al deze functionaliteiten eigenlijk afwegen. Nou, dat vragen ze je te doen, maar ze vragen je dat ook om vast te leggen. Dit is weer een individuele actie voor jou als bedrijf. Als land en als Europa gaat het doel 15% minder op de markt vergeleken met 2018. Dus ze hebben 2018 als pijljaar genomen. Dat is 100% en daar moet 15% af. Dus uiteindelijk moet iedereen die een verpakking ontwikkelt net iets minder doen of minder verpakken. Nou, herbruikbare en hervulbare verpakkingen. Ik noemde het net al even. Dat is een heel belangrijk aandachtspunt. We hebben ook een reuse paviljoen daar staan, dus ga daar ook gewoon kijken of alvast voor inspiratie. Ik heb een paar voorbeelden eruit gehaald, maar er worden doelen gesteld voor het aandeel herbruikbaar en hervulbare verpakkingen. Grote huishoudelijke apparaten, bier, wijn. Dus ook hier moet je weer weten wat je verpakt, wat voor verpakkingsmateriaal je hebt en of jij moet zorgen dat een deel herbruikbaar of hervulbaar is. Dus dit gaat heel veel invloed op hebben op ons als verpakkers, maar ook op ons als consument. Want dat betekent dus dat we op een andere manier uiteindelijk onze boodschappen zullen doen. Want dan komen we met onze hervulbare verpakking weer terug op de een of andere manier en gaan we weer verder. Dus nou, dit vraagt wel echt een hoop anders denken. En ik denk dat dit behoorlijk veel impact gaat hebben op hoe we met onze verpakkingen omgaan. Maar het verhelpt natuurlijk heel erg met het verminderen van die hoeveelheid verpakkingen. Dan zijn er nog een aantal onderwerpen die ik even hier wilde aanspitten. Wat ik zei, het is een samenvatting, er zit nog echt veel meer in. Ik noemde al heel even de bakken, die allemaal gelijk zouden zijn. Maar de weggooi-instructies op verpakkingen, nou, dat zou voor ons eigenlijk, wij hebben de weggooiwijzer al heel lang, dus hier heb ik een voorbeeldje bij geplakt. Maar zouden we het best wel goed vinden als dat Europees breed is, als KEDV. Omdat we zien dat bedrijven ermee worstelen hoe dat te doen in verschillende landen. Dus als je verpakkingen in heel Europa op de markt zet, dan zijn er op dit moment verschillende labels. Nou, weggooi-instructies is in ieder geval het voorstel om die meer te standaardiseren en die te combineren met de informatie die op de bakken staat. Nou, voor statiegeldverpakkingen komen dan uniforme labels. En dat heeft als doel, al deze dingen die hier staan, hebben als doel dat het voor consumenten duidelijker is hoe het nou eigenlijk werkt, het hele systeem. En dat als je ergens anders bent, dat het dan hetzelfde werkt. Nou, laten we zien waar dat werkt. En het belangrijkste onderaan staat, labels moeten eenduidig en niet misleidend zijn. Dat geldt voor labels, maar geldt ook voor claims en alle informatie die je op je verpakking zet. Zeg ik nog even tussendoor. Nou, er worden een aantal dingen verboden. Eenmalige verpakkingen voor vers fruit en groenten onder de 1,5 kilo. Er zijn allerlei voorwaarden aan, maar even dat is een grote waar je even over na moet denken. In Frankrijk zijn ze daar al mee bezig, maar die zit dus ook hier in dit voorstel. We gaan zien wat er uiteindelijk daadwerkelijk van blijft staan. Eenmalige verpakkingen bij eat-in, dat zit heel erg in die single-use plastics richting, worden verboden. Dus als jij ergens eet, dan moet je iets herbruikbaars hebben, dus in de horeca. En bepaalde eenmalige verpakkingen in
hotels worden verboden. Dus al die kleine flesjes, champootjes enzovoorts. Sommige hotels doen het al niet meer en andere moeten daar dus ook naar te bewegen. En ik kondigde in het begin al even aan, je moet een verpakkingendossier maken. Je moet dus gaan opschrijven wat je hebt gedaan. En dat staat eigenlijk in de wet van 94 ook al hoor. Dus het is eigenlijk niks nieuws. Maar het staat er nu wel wat duidelijker. En de kaders zijn ook wel duidelijker, denk ik. Dus rondom producttype, verpakkingstype, samenstelling van de materialen, kleur, recyclend materiaal, etc. Lege ruimte in de verpakking. Alles moet je gaan vastleggen. Dus dat is ook echt een hele belangrijke takeaway, denk ik. En die ga ik straks nog een keer herhalen. Maar ga nadenken over hoe je dat zou kunnen doen. Want wat dat concept ook uiteindelijk definitief wordt, dit zijn wel de bouwstenen die erin komen. Dus het is niet zo dat dit totaal anders is straks of helemaal wijzig. Deze bouwstenen wordt al langer naartoe gewerkt. En die zijn ook heel logisch. Dus dat ze terugkomen en dat ze net in detail anders in elkaar gaan zitten. Maar we zullen zien dat dat terugkomt. Nou, wat gaat er nu gebeuren? Mijn volgende dia is eigenlijk een dia die niet hoort, maar ja, het is, soms is het gewoon even een ingewikkeld proces en dan is het heel veel informatie, dus ik ga jullie daar even doorheen leiden. Dus, ik hoor het oef. Het voorstel is gedaan vanuit de Europese Commissie. Dat lag 30 november. Eigenlijk zie je nu dat het dossier in het Europees Parlement is en in de Raad. Nou, daar gebeurt van alles. De Europese Commissie legt dit best goed uit, maar het is, ik was blij dat Paul dit plaatje van tevoren heeft gemaakt, want het is best lastig. Maar het belangrijkste is eigenlijk zijn die blauwe blokken en dit blok. Hier wordt onderhandeld en dan vervolgens gaat het door naar uiteindelijk een ondertekende wet. Nou, Rob zei het al, eind 24, begin 25, Paul schudt nee, denk dat het later is. Je ziet achter mij dat het niet een heel recht toe recht aan proces is. Dit is echt wel complex met heel veel stapjes en tijdslijnen en mensen die er wat van moeten vinden. Dus begin 25, ik denk het ook niet. Maar wat we ons wel moeten realiseren, als dit zo is, als dit zo is, dan wordt het een tijd later ook een wet in ons land en in alle Europese landen. Dus dat is het verschil met hoe het nu was, al die verschillende wetten. Dit wordt op een gegeven moment één op één bij ons het verhaal. Dus wat kan je als bedrijf alvast doen? Want die tijd die voelt natuurlijk heel ver weg, hè? Dat is 2025. Maar we zijn gaan met de Single Use Plastic Directive en de invoering daarvan, dat het uiteindelijk wel gewoon bij jou op je bord komt. Dus wat moet je dan doen? Nou, eigenlijk zeg ik heel simpel, zorg dat je informeert. Dus dat is het ene blokje. Zorg dat je een nieuwsbrief gaat volgen van ons, van Afvalfonds, van iedereen die je kan vinden, NVC, etc. Zodat je goed weet waar je naartoe moet gaan werken. En ga alvast nadenken over dat documentatiesysteem. Dus als je nog niks hebt, ga hierover nadenken. Want de bouwblokken zijn er. Dus ga bedenken hoe jij dat kan gaan vastleggen. Ga je oriënteren hoe mensen dat doen. En zorg dat je dat alvast in gang zet. Maak daar iemand verantwoordelijk voor. En go. Want dit gaat op je afkomen. Linksom of rechtsom. En eigenlijk had je het al moeten hebben. Dan nog wat andere tips. Ga gewoon door met alle dingen die je al doet. Minimaliseren. Verpakkingen recyclebaar maken, hergebruik onderzoeken en inzetten is eentje die heel veel mensen nog moeten starten, maar ik zou er maar mee beginnen. Composteerbaar, informeer je goed wat er nu mag en hoe dat wellicht in de toekomst is. En kijk bij nieuwe investeringen ook naar deze wetgeving. En in het voorstel staan geen harde eisen rondom milieudruk, maar één ding wil ik er wel even uithalen en dat is dat wij het Sustainable Packaging Kompas hebben, waar je recyclebaarheid, circulariteit en milieudruk kan combineren, kan afwegen en dat je zelf een gewogen afweging kan maken, nu al. En mijn laatste tip is, leg dit allemaal vast. Dus zorg dat je dossiers gaat opbouwen en je keuzes weet vast te leggen. Nou, ik hoop dat ik jullie niet te bang heb gemaakt voor de toekomst, maar die is er wel. Ik denk dat er aan de andere kant hele mooie dingen gaan gebeuren voor ons als verpakkingsindustrie.
dat er ook heel veel kansen in zitten, maar dat het ook hier en daar best lastig en spannend zal worden. Maar dat is even de korte samenvatting van een enorm document. Dank voor jullie aandacht. Hartelijk dank voor deze uitzending. Ik denk dat er heel veel vragen zijn en nog heel weinig antwoorden. Dat denk ik dat na deze presentatie gezien te hebben. Ik ben eigenlijk benieuwd, zijn er naar aanleiding van de presentatie nog vragen? Dan heb ik niet over detailvragen, maar misschien wat meer in de breedte. Wie heeft er een vraag? Ja. Dankjewel, goed verhaal. Nu wordt er in algemene zin gesproken over verpakkingen. Wordt er nog onderscheid, verwacht er nog dat er onderscheid gemaakt gaat worden tussen food, non-food en medicinale verpakkingen? Mag ik daar een van de heren antwoord op laten geven? Paul, wil jij dat? Ja, dankjewel voor de vraag. In zekere zin is het onderscheid er wel, omdat er doelen zijn voor het toepassen van gerecycled kunststof in bepaalde voedselgroepen. Ook het hergebruik wordt gestimuleerd, zijn er doelen voor bepaalde type verpakkingen. Dus in zekere zin wordt er wel onderscheid gemaakt. Als je het hebt over medische verpakkingen, daar heb je natuurlijk zelf ook hele strenge wetgeving op. En die zal volgens mij altijd moeten prevaleren. Ook dat is niet helemaal uitgekristalliseerd. Maar ik kan me niet voorstellen dat die niet zou prevaleren. Want je wilt ten alle tijde ervoor kunnen zorgen dat je een verpakking maakt die veilig is voor de consument om te gebruiken. Dus daar waar er een soort van overlap is, zal de Europese Commissie zelf ook met iets moeten komen. Maar ik verwacht dat ze gewoon zeggen, in dat geval prevaleert de inhoudelijke wetgeving voor die verpakkingen. En dat zie je soms ook wel terug. En ik denk dat bij recycled content de medicinale verpakkingen ook wel uitgezonderd zijn. Ja. Die krijgen veel meer tijd. Ja. Ik zag daar ook nog een vraag. De meneer, lange meneer. Ja, dank je. Ja. Wie gaat uiteindelijk de recycleerbaarheid approven, bevestigen, ja. Normeren? Hele goede vraag. Daar hebben wij het antwoord ook nog niet 1, 2, 3 op. En Paul wil daar nog wel iets aan toevoegen. Ja, dankjewel. Zeker. Er staat in het concept nu dat de Europese Commissie met richtlijnen gaat komen. Weer zo'n gedelegeerde handeling. Op grond waarvan de systemen, zoals de combinatie van onszelf en het KNVV, moeten toezien hoe bedrijven gaan beoordelen dat ze hoeveel recyclebaar ze zijn. En ik neem een zempotje misschien wel als voorbeeld. Stel, je hebt een gedeelte glas, een gedeelte etiket van papier en een metalen deksel. Dan zul je per element wellicht moeten gaan bekijken wat is het gewicht en is die recyclebaar dat onderdeel. Ik weet niet of dat daadwerkelijk de praktijk gaat worden, want de commissie moet dat nog gaan opstellen. En ja. Ze hebben de vrijheid om dat voor 2030 geldend, in december 2029 theoretisch, te kunnen opleggen. En dat is voor ons een heel groot struikelblok, want dat is rechtsonzekerheid. En dat vinden wij onacceptabel voor jullie als bedrijven. En wij vinden dat daar gewoon betere, strengere data voor de Europese Commissie zelf ook voor moeten gaan gelden. Ja, dat is wat ik. Nou, dat gaat dus Europees gelden. Ik begrijp je vraag. Maar dat is dus eigenlijk inderdaad zo'n gedelegeerde handeling die ik zei. Die dus later kan komen. En wat Paul zegt, dat maakt het een beetje spannend. Want dan weten we nog niet wat erin staat. Dus wij zouden jullie liever eerder duidelijkheid geven. Hebben we nog tijd voor één vraag? Ja. Ja. Ja, ik heb een vraag over business to business. De verpakkingen die aan business to business geleverd worden, dan kom je natuurlijk niet in de verpakkingsafvalbak op straat terecht. Hoe past dit in het Europese verhaal? Nou, ik denk dat ik daar Paul ook voor werk nodig heb. Het is niet zo makkelijk. Helemaal. Er is geen, in de wetgeving is er geen discriminatie tussen het een en het ander. Maar goed ook, zou ik zeggen. Gelijke behandeling van alles. Het is alleen dat het in de weggooi. Dat het misschien anders wordt behandeld. Maar dat zijn zaken die we als uitvoeringsorganisatie zelf proberen op te pakken. En zoveel mogelijk ook met stimulansen nu om bedrijfsafval beter in te zamelen en te recyclen, het PMD, om dat dus van de grond te krijgen. Antwoord op de vraag? Nog één vraag. We kunnen nog één korte vraag. Eén korte vraag. Die doelen zijn wel best ambitieus.
ben benieuwd naar jullie mening, op bijvoorbeeld voor gebruik van verpakkingen. Geloven jullie dat die zijn zo blijven of wat jullie verwachten? Of zijn ze toch na 2 jaar in het einddocument iets minder zou worden? Gewoon wat is jullie verwachting? Ik durf het je niet te zeggen. Er zijn van tevoren natuurlijk wat documenten gelekt. Er stond soms meer detailinformatie in. We moeten het gewoon zien. Het is echt dat rare proces wat ik schetste, met al die stappen. En daar moet het uiteindelijk uitkomen. En wat je ziet is dat er nu heel veel gelobbyd wordt. Dat is natuurlijk al voor een deel gedaan. En dat dat nu ook weer gedaan wordt. Ja, dat gaat het uiteindelijk uitwijzen. Ik durf het niet te zeggen. We gaan het zien. We houden jullie op de hoogte. Wij hebben vraag.kijdv.nl als je vragen aan ons hebt. Je hebt als het goed is, als je verpakkingen op de markt zet en je doet aangifte bij het afvalfonds, dan heb je daar een accountmanager bij, of je kent in ieder geval het nummer. Daar kan je natuurlijk bellen als je specifiek over die aangifte en de opgave dingen vragen hebt. Deze mensen lopen hier vandaag ook rond, dus als je op zoek bent, dan kan je ook eens even live, daar zitten er een paar, live kennis maken. Dus stel je vragen vooral. Die oproep doe ik, omdat je geïnformeerd moet blijven en aan de slag moet. En ik ben benieuwd waar we landen en inderdaad wat de toekomst wordt. Maar ik hoop dat we met veel energie en veel innovatie ermee aan de slag gaan. Karin, hartelijk bedankt. En geef haar een applaus voor haar. Dankjewel.